Hoi allemaal, super leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. In deze video heb ik een shoplog voor jullie. Ik weet niet meer van alles, alle prijsjes meer. Maar, en van een deel nog wel. Maar dat komt gewoon omdat ik dan die bonnetjes heb weggegooid. Of zoiets, ja. Het is vooral deze video fashion en beauty. Ik heb dus van de afgelopen maand helemaal. Dus ja, ik heb gewoon af en toe wat gekocht. En dat ga ik nu ook allemaal aan jullie laten zien. Heb je nou zin in deze video? Doe natuurlijk een duimpje omhoog. Ben jij nieuw op mijn kanaal? Vergeet dan ook niet te abonneren. Want we hebben bijna de 800 abonnees. En ik hoop het zo snel mogelijk te halen. Maar laten we beginnen met de video. Het eerste wat ik heb is echt helemaal in. Ja, je ziet het echt overal. Dat zijn namelijk crunchies. Ik heb er maar eentje en dat is dus deze. Want ik heb hem nog maar sinds deze maand. Want ik wist nooit zo goed of ik het nou echt wilde of niet. Ik heb deze bij de Ladylike gehaald. Die is volgens mij alleen in Middelburg. Maar ja, dus ze hebben wel een webshop volgens mij. En ze zijn 3 euro, dus het valt echt heel erg mee. En ze hebben ook echt heel erg veel. Want ik ging eerst op de webshop kijken. En dacht ik eerst van, oh my god, zijn dit er crunchies daar? Maar toen ging ik dus verder bladeren. En toen kwamen er eigenlijk gewoon hele leuke en allemaal leuke kleuren. In de winkel zelf hebben ze wel minder. Maar op de site hebben ze dus wel wat meer. Dan als volgende heb ik deze nepnagels. Ik wilde gewoon een keer kijken hoe dat bij mij zou staan. Als ik bijvoorbeeld nepnagels zou doen. Want ja, ik heb dat dus nog nooit gedaan. En ik weet niet zo goed, want ik heb ze eigenlijk nog helemaal niet gebruikt. Maar ik wil het wel nog een keer gebruiken. Maar ja, het is niet echt dat ik dit altijd ga doen. Maar dat komt ook vooral omdat met die acrylnagels en zo en gelnagels, die zijn echt heel slecht voor je nagels. En als je dat dan ophoudt, dan ja, dan worden je nagels zelf heel erg slap van. Waardoor ze heel erg snel gaan, hoe heet dat, gaan breken en zo. Oh, lekker, er komt een zonnetje door. Dus ik dacht, nou ja, weet je, dan ga ik gewoon dit een keer kijken. En kijken hoe het me staat als ik wat andere nagels op heb dan normaal. Die waren 4 euro, dus valt heel erg mee. Ik wil echt vervelend deze som. Dan heb ik maskertjes gekocht. Ze zitten officieel aan elkaar. Maar ik dacht, nou ja, ik scheur ze gewoon lekker uit elkaar. Dus ze hoort zeg maar zo. Dit is Peel Off. Ik weet niet of de andere dat ook is. En dit is Fruity Cocktail. Dus voor een frisse en stralende huid. Dus deze. En dan heb ik hier een... Dit is geen Peel Off, want het staat er niet op. Met Q10 en Cell Beauty Complex voor een gladde huid. En Engelentijnt. Zoiets. Nou, dit is dus het andere maskertje. Die zitten dus eigenlijk ook aan elkaar. Ze zijn gewoon van Kruidvat. En deze waren volgens mij 90 cent of zo. Dan heb ik van de Kruidvat. Heb ik van Essence deze wenkbrauwgel gekocht. Ik had hem eigenlijk al heel lang nodig. Maar ik stelde het eigenlijk alleen maar uit. Deze zijn volgens mij 82 of zo. Ja, ik zal even openmaken. Zo ziet hij er dus uit. Ja, heel erg leuk, heel logisch. Het is gewoon neutraal, doorzichtig dus. Want ja, als je zo'n wenkbrauwgel koopt in een wenkbrauwkleur, ja, bij mij werkt dat denk ik niet zo goed. Dan heb ik een liquid lipstick van Essence gehaald. Het is echt gewoon nagemaakt van Kylie Jenner. Deze is ook van Essence. Deze was ook 2,80, dacht ik. Ik vind het op zich best wel cool. Want het is dus metallic. Metallic heet dat volgens mij zo. Alleen hij is dus echt super gaaf. Ik heb hem nog nooit gedragen naar school. Dat vind ik een beetje te heftig, denk ik nog. Maar ik vind hem denk ik mooier met een lip liner of zo. Maar ik heb nog geen goede lip liner ervoor. Dus die moet ik eerst nog gaan kopen. Dan heb ik van de Ethos deze bronzer. Nee, contour powder. Het is light medium. Deze zag ik altijd in de video van Esmee Gildas. Dat ze altijd deze gebruikt. En ik vond het er altijd zo mooi staan. Dat ik dacht van, nou, dan ga ik die ook gewoon kopen. Alleen, dat is echt al gewoon, denk ik, 2 jaar geleden of zo dat ik dat dacht. En, maar toen kwam ik dus bij de Ezel. Toen was het 4 euro. Dat vond ik nog best wel prijzig. Oké, ik heb dus ook de Hoola bronzer, maar die heb ik dus gekregen. Maar ik vond het best duur om het heel eventjes zo uit te geven. En ja, ik gebruik ook niet zo heel vaak bronzer of zo. En als ik het gebruik, pak ik sneller de Hoola bronzer eigenlijk. Trouwens, sorry voor het veranderen van het licht. Maar toen was ik dus laatst in de
Ethos. En ze hebben daar tegenwoordig van die bakken waar wel eens korting op de make-up zit. Dus toen stond er zo'n sticker van 1 euro op. Dus ik dacht, nou ja, dan neem ik die mee, want het is veel beter dan 4 euro. Dus ik kwam bij de kassa, zo heel erg leuk. En ineens stond er 50 cent. Toen dacht ik echt van, oh my god, heb ik weer eens geluk. Maar ja, hij is dus zeg maar zo. Ja, ik ben er echt wel heel erg blij mee en ik ga hem zeker gebruiken. Dan heb ik bij de Prijsmapper, daar hebben ze echt super goedkope make-up. Ze hebben al eerst al het bakken van 1 euro, maar nu hebben ze gewoon 75% korting. Dus het komt echt zo dicht in de buurt van 1 euro. Maar daar heb ik dus deze gekocht. Hij is toch nog nooit gebruikt. Dus ja, waarom zou ik hem voor 6 euro kopen als dat ook gewoon voor 1,50 euro kan? Dit is dus een highlighter en dit is de bronzer. Ik wilde eigenlijk omdat iedereen zegt dat die highlighter zo mooi is. En ja, het ruikt ook echt naar chocolade. Echt een hele mooie vind ik hem. Oké, ik wil heel even anders gaan zitten. Want ik zat dus eerst op mijn knieën, maar dat ging echt pijn doen. Dus sorry als het even wat anders staat. Dan heb ik een aantal dingetjes bij de Action gekocht. 3 dingen. Ook make-up dingen. Ik wil namelijk een Action make-up look maken. Ik heb nog niet alles wat ik wil. Ik wil namelijk nog een oogschaduwpaletje van de Action. Ik wil misschien nog de primer. Een lipstick ook nog wel. Wat doe ik nog meer? Ja, wenkbrauwen doe ik zelf eigenlijk nooit. Dus dat wil ik niet. Misschien concealer of zo als ze dat hebben. Maar dat heb ik nog niet gezien. Het enige qua make-up producten heb ik nu dus alleen maar de foundation. Ik heb ook geen idee of het mijn goede kleur is. Het is namelijk 126 Sleek Key Beige. Maar ze hadden dus een gelige ondertoon of een roze. Ik heb ooit een keer had ik een Insta foto story gezien waarvan ze wisten welke ondertoon je had. Dat kon je gewoon hierdoor zien of zo, maar ik weet het niet meer. Dus ik had maar gewoon deze meegenomen en ik dacht van ja, weet je, misschien komt het wel goed. Ik weet trouwens niet hoe duur die was. Het is sowieso echt rond de 1 euro dus. Ja, en dan heb ik ook nog de blush. Deze is 110. Ik vond hem er wel heel mooi uitzien. En ik hoop ook dat hij heel mooi is. Oh ja, ik moet ook nog een bronzer halen dan, hè? Ja. En dan heb ik als laatste nog de Beauty Blender. Ook van Maximoor. Ook heel erg leuk. En deze had ik dus gekocht voor bij mijn foundation. Ik heb eigenlijk zelf ook gewoon helemaal geen Beauty Blender. Ja, alleen van die kleintjes van W7. En ja, die vond ik eigenlijk ook wel een beetje. Die waren een beetje aan het. Die zijn een beetje aan het overlijden. Zou ik het zo zeggen. Dus ik dacht, nou ja, weet je, daar koop ik gewoon eentje. En hij is ook best wel. Hij is echt super zacht, zeg maar. Hij weegt heel erg veel. Ik heb er ooit wel eens 2 gehad van een Primark. Die heb je ook in een van mijn oudste video's kunnen zien. En ja. Ja, ik weet niet. Ik denk dat het gewoon een goede beauty blender is. Dit was eigenlijk alles wat ik dus heb gekocht. Het is niet zo heel erg veel. Maar het komt ook omdat ik ik heb ook niet eigenlijk meer nodig. Ja, natuurlijk, ik heb nog wat Action make-up nodig voor de video. Maar ja, vergeet natuurlijk geen duimpje omhoog te doen. Te abonneren hier beneden. En dan zie ik je weer in de volgende video. Doei!